Goedendag. Ja, in de 10 dagen gaan we kijken wat het weer gaat brengen. Het lijkt erop dat het allemaal wat kouder wordt. En misschien hebben we wel deze ochtend echt een voorproefje gehad. Want toen vroor het ook op veel plaatsen in het binnenland. 1 à 2 graden hier en daar. En er waren opklaringen. En als dan de zon opkomt, dan krijg je dit soort mooie luchten. Als je dan ook nog een drone hebt en je gaat iets later, dan is dat rood verdwenen. Dan wordt het meer gelig en dan zie je die mistvlarden, die nevel van bovenaf. En dat leverde spectaculaire beelden op hier vanuit Nijmegen. Nou, de komende dagen gaat het echt wel weer even anders worden. En de kou, ja, die kan best wel eens komen. Dat is niet helemaal zeker, daar kom ik straks duidelijker op terug. Maar we beginnen in eerste instantie even met het patroon op zo'n 5 kilometer hoogte. Dat is vaak sturend voor het weer aan de grond. En we zien hier een hoge drukgebied op dat moment liggen boven de Atlantische Oceaan. Dat hoge drukgebied dat gaat een beetje aan de wandel. Dat gaat wat meer naar het noorden toe. En dat levert uiteindelijk een noordwestelijke stroming op. Zo vrijdag, zaterdag is dat heel duidelijk het geval. En wat we dan zien is dat er met die noordwestelijke stroming buien gaan komen. En die buien die kunnen hier en daar boven zee een winters karakter hebben. Boven Nederland misschien wel wat hagelbuien. Ik sluit dat zeker niet uit. En ook die noordwestelijke stroming, die gaan zelfs tot aan de Alpen komen. En dat betekent dat we ook in de Alpen te maken gaan krijgen met neerslag. Veel sneeuw kan daar gaan vallen. Ik zet de animatie nog eventjes aan. Want wat we dan zien is dat dat hoge drukgebied, die rug, die blijft wel aanwezig. Die stroming die is noordelijk, maar de meeste kou wordt toch wel naar het oosten gedrongen op hoogte. We zijn nog steeds op 5 kilometer aan het kijken. En daarna het weekeinde, dan wordt die stroming wat minder overtuigend uit het noorden. We zien een lage drukgebied boven het oosten van Europa. En de stroming die wordt dan uiteindelijk toch wel weer noordelijk of noordoostelijk. En ja, dat betekent dat die koude lucht wel in de buurt blijft. Maar er zijn toch ook wel modellen die dat zachtere lucht wat dichterbij gaan laten komen. En daar zit dus heel veel onzekerheid in. Aan de grond is het misschien nog wel wat beter te zien. Dan zien we in ieder geval dat hoge drukgebied ook terug. Dat hoge drukgebied dat gaat dus wat naar het noorden. Hier zijn de buien boven de Noordzee. In het noorden dus ook die winterse neerslag. In de Alpen, daar komt die winterse neerslag goed tot uiting. En in het weekeinde, ja, dan schuift dat hoge drukgebied wat meer richting onze omgeving. Dat betekent dat we op zondag wat rustiger weer gaan krijgen. Maar er ontwikkelt zich ook nog een storentje boven de Noordzee. En dat zakt ook nog af over de Noordzee richting Nederland. Dat betekent dat we maandag waarschijnlijk weer wat wisselvalliger weer krijgen. Hier komt die storing aan en dat levert dan ook weer wat neerslag op. En wat daarna gaat gebeuren, ja, hoe die drukverdeling gaat worden, dat is erg onzeker. Wat we hier zien gebeuren in het Amerikaans model is een duidelijk lage drukgebied boven de oceaan. En ook een lage drukgebied hier boven het oosten, noordoosten van Europa. En de stroming die we hier nu feitelijk zien, dat is een stroming uit oostelijke richtingen. En dat betekent dat je vaker wat koude lucht gaat krijgen. Maar de echte kou die zit natuurlijk in het noordoosten. Dus die temperatuur die zal wel wat lager gaan uitkomen. Maar hoe koud het nou echt gaat worden, of we echt met winterse kou te maken gaan krijgen, dat is nog maar de vraag. In de pluimen kunnen we dat straks heel goed zien. In ieder geval laat het Amerikaans model wel heel duidelijk zien met deze operationele run dat die ooststroming erin blijft. Want als ik de animatie nog wat verder aanzet, dan zien we dat dit lage drukgebied te zuidelijk blijft en dat we hier dus met die oostelijke stroming te maken hebben. Misschien dat die zelfs wel wat meer noordoost gaat worden. En wat dan opvalt is dat er misschien ook wel wat winterse neerslag boven de Noordzee kan gaan komen. Het is één van de oplossingen. Nogmaals, ik kom daar in de pluim straks nog even op terug. Laten we eerst even kijken naar het weer op de kortere termijn. Ik pak er een kaart van donderdag erbij. Nou, wat direct opvalt is de temperatuur. We hebben donderdag nog even vanuit het westen met zachtere lucht te maken. Een forse westenwind staat er donderdag wel. En die temperatuur loopt op naar zo'n 11, 12, 13 graden. Vanmiddag in Nederland, woensdagmiddag in Nederland, is het zo rond de 3, 4 graden. En die temperatuur die gaat in de avond en nacht al stijgen. En komen dus donderdag uiteindelijk uit op 12, 13 graden op veel plaatsen. Er is wat ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En er kunnen wat buien vallen hier en daar. Overmorgen, vrijdag, dan hebben we de noordwestelijke wind. En die is ook fors, windkracht 5 tot 6. boven land toch ook wel vaak windkracht 5. In het Waddengebied kan het nog wat harder gaan waaien. Dan gaan we wel naar een stormachtige wind in de loop van vrijdag met zware windstoten richting de 100 km/u. Want dan komen dus die buien vanuit het noordwesten opzetten in die zeer strakke stroming die er komt te staan. Temperaturen dan natuurlijk weer een stuk lager vanaf de Noordzee. Het wordt dan maximaal 5 tot 7 graden. En die windstoten, nou, dat zou in het noorden van het land wel voor een code geel kunnen gaan zorgen. Is wel iets om even in de gaten te houden in dat gebied. Nou, het weekend, die zaterdag, dat is niet veel anders dan die vrijdag. Wel wat minder wind. En zondag zou dan wat rustiger kunnen gaan verlopen. En dan gaan we naar die temperatuurpluim toe. En dan zien we dat die eerste dagen, daar zijn we vrij zeker van die verwachting. Want al die leden van de pluim, die liggen op elkaar. En dat geeft zekerheid aan. Maar daarna, ja, dan wordt de marge toch wel behoorlijk groot. Hier zien we bijvoorbeeld dat er flink wat afwijkingen zijn. En mogelijkheden zijn in dit gebied. En dat is toch wel iets om in de gaten te gaan houden. Ik kan die temperatuurpluim ook met losse leden laten zien en dan ziet het er zo uit. En dan zien we inderdaad in het begin dat al die leden wel op elkaar liggen, maar dat het begin volgende week, ja, het allemaal erg onzeker wordt. We zien heel veel spreiding in de verwachting. En dat geeft maar eens aan dat het eigenlijk heel lastig is om na dinsdag te gaan zeggen wat het precies gaat worden. De operationele run, die is in ieder geval ook vrij koud. Dat is de rode lijn. En die houdt toch echt die oost-noordooststroming aan, waardoor er koude lucht vanuit het oosten kan gaan komen. Maar of dat zeker is? Nou, zeker niet dat dat zeker is. Want dit is de windrichting. En wat dan direct opvalt is dat we aan het begin van de pluim heel duidelijk, zeg maar, enkele kleuren zien. Dus dan mag je ervan uitgaan dat die windrichting wel uit gaat komen. Hier op donderdag die westenwind met die hogere temperaturen. En dan gaan we naar het lichtgroen toe, de noordwestelijke winden. Maar vanaf na het weekeinde feitelijk, dan zien we toch wel een verandering. En hier, dit blauw en dat groen, dat neigt dus naar een oostelijke circulatie. We zien dat hier ook terug, maar we zien ook direct op die maandag, dinsdag dat er heel veel geel en oranje aanwezig is. En dat is nog steeds gewoon een west-zuidweststroming. En als dat gebeurt, dan hou je toch wel zachtere lucht. Kortom, heel veel onzekerheid naar het weekeinde. Het is moeilijk om aan te geven welke kant het opgaat. Het enige wat ik mee kan geven nu is dat we in voorgaande runs eigenlijk niet zo zagen dat die kouder in kon sluipen, maar dat dat beeld nu wel wat duidelijker is geworden. Dus misschien dat we wel een echte weersomslag krijgen. Nou, wilt u dat in de gaten houden? Blijf dan bij ons en volg ons YouTube-kanaal, want daar laten we al die verwachtingen iedere dag weer zien en kijken we naar de trends die gaan komen. Nog 5 dagen.